Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraten V. Je ziet het is herfst in het bos, het is prachtig mooi, maar in de herfst ligt wel wat gevaar op de loer voor je hond. Dus ik ga vandaag met de hond een walling in het bos maken en ik ga jullie tips geven om veilig met je hond de herfst en winter door te komen. Dus ben je daar nieuwsgierig naar? Blijf kijken. Nou, je ziet het, Sterren vindt het helemaal geweldig in het bos. Herfst is ook prachtig, voor honden ook. Je ziet op Facebook ook steeds meer van honden die in hele stapels bladeren springen. En honden vinden bladeren vaak ook helemaal geweldig. Maar in de herfst zijn er ook dingen in het bos te vinden die toch al een beetje gevaarlijk kunnen zijn voor je hond. Dus ik ga je nu een paar tips geven om veilig met je hond de herfst door te komen. En dan gaat het eigenlijk voornamelijk over dingen die ze niet mogen eten. Want ja, honden zijn natuurlijk gek op dingen eten, dingen in hun mond stoppen, noem maar op. Maar er zijn dingen die gevaarlijk kunnen zijn voor ze. En ik ga jullie nu een paar tips geven. Nou, ze lijken vrij onschuldig, maar eikels van eikenbomen, die zijn giftig. Eigenlijk zijn ze voor heel veel dieren giftig, ook voor mensen zijn ze giftig. En een van de weinige dieren die ze wel kunnen eten, dat zijn varkens en wilde zwijnen. Maar ook voor honden zijn ze heel erg giftig, eikels. Dus let erop dat je hond geen eikels eet. In eikels zit namelijk tannine, dat is een giftige stof. En dat kan echt heel slecht zijn voor je hond als hij er heel veel van binnen krijgt. Dus goed opletten als je bij een eikenboom bent, dat je hond geen eikels opeet. Wat ook heel gevaarlijk kan zijn voor je hond, dat zijn kastanjes. Nou, de twee bekendste kastanjes in Nederland, dat zijn de wilde kastanje en de tamme kastanje. Wilde kastanjes zijn hartstikke giftig. En je moet er sowieso niet aan denken dat hij met bolster en al opeet. Super prikkelig. Maar ook gewoon een kastanje op zich al is hartstikke giftig. Tamme kastanjes zijn niet giftig, maar die kunnen wel hele nare verstoppingen in de darm veroorzaken. Dus wees van bewust dat je hond geen kastanjes eet. En dan komen we op misschien wel het bekendste gevaar van allemaal in de herfst. Paddenstoelen. Paddenstoelen zijn super mooi, maar ze kunnen ook ontzettend giftig zijn. Er zijn wel een handjevol paddenstoelen die wel gewoon eetbaar zijn, maar het is echt ongelooflijk moeilijk om het verschil te kunnen zien. Dus zie je dat je hond een paddenstoel eet? Nou, meteen de dierenarts inschakelen. Het liefst ook nog even een foto maken van die paddenstoelensoort die hij op heeft gegeten. Want op die manier kun je uitzoeken of hij giftig is of niet. Maar als je hond ook maar iets van een paddenstoel eet, raadpleeg meteen je dierenarts. Want het kan echt serieus gevaarlijk zijn. Want er zijn echt hele giftige paddenstoelsoorten, ook in Nederland. We zijn er nog niet met lijstje met gevaarlijke dingen. Wat ook gevaarlijk is, zijn beukennootjes. Die zijn ook giftig. En dennenappels. Ze zijn niet giftig, maar ze kunnen wel hele ernstige verstoppingen veroorzaken in de darmen bij honden. Dus ook dennenappels, not done. Nou, als je ziet dat je hond een van die dingen opeet, altijd even de dierenarts bellen. Want je wilt natuurlijk niet het risico lopen dat je hond verstopt raakt of vergiftigd raakt. Dus altijd even bellen. Dus de herfst is super mooi, maar er zit ook nadelen aan. Helaas. Man. Dankjewel. Het is nu herfst en dat betekent ook dat het bijna winter is. En ook voor de winter heb ik nog een aantal tips om je hond goed en gezond de winter door te krijgen. De straten in Nederland zijn altijd spekglad in de winter. En wij mensen, wij hebben daar iets heel slims op gevonden. Namelijk strooizout. Hartstikke leuk, hè? Weet je. Je kunt gewoon lekker met je auto rijden, je kunt gewoon lekker fietsen. Je kunt ook lopen zonder uit te glijden, is ook wel heel fijn. Maar dat zout, die pekel, dat is ook eigenlijk heel slecht. Kijk, wij mensen, wij hebben schoenen aan, wij hebben er geen last van. Maar honden hebben geen schoenen, er bestaan trouwens wel schoentjes voor honden voor in de winter trouwens. Maar de meeste honden hebben die natuurlijk niet. En dat zout, dat is heel slecht voor die voetjes van die honden. Dus, wat een goede tip is, voordat je met je hond gaat wandelen en je weet, er is ergens gestrooid bij mij in de buurt, smeer de pootjes van je hond in, de onderkant van de poten, met vaseline. En zo voorkom je dus dat die zout, dat het echt in die poten gaat zitten, want dat is heel slecht voor die pootjes. En wat ook heel belangrijk is, als je terugkomt van het wandelen, moet je de pootjes van je hond ook weer goed wassen. Niet eens zozeer vanwege die plakkerige vaseline, maar is meer om het zout er weer af te halen. Want als je gaat lopen, komt er natuurlijk heel veel zout op die pootjes. En wat het nadeel is, heel veel honden gaan daarna zichzelf helemaal schoonlikken. Dus ze likken al die zout, die likken ze op.
Nou, zout is heel slecht, zeker in zulke grote hoeveelheden. Dus honden die kunnen daar echt een zoutvergiftiging van krijgen. Jaarlijks komen er heel veel mensen bij de dierenarts in Nederland omdat hun hond al die zout van hun pootjes opgelikt en daardoor dus een zoutvergiftiging hebben opgelopen. Dus, voordat je gaat lopen, een beetje vaseline opsmeren als je op de straat gaat wandelen. En na afloop pootjes goed wassen met lauw water. Niet met ijskoud water natuurlijk, hè, want het is winter, dat is veel te koud. Gewoon een beetje met lauw water. Goeie tip, hè? Nog een goede tip. Laat je hond niet op het ijs in de winter. Je ziet altijd hele grappige filmpjes van honden die uitglijden op het ijs, noem maar op. Nou, zo heel grappig zijn die eigenlijk niet. Want jaarlijks komen er heel veel mensen bij de dierenarts met een hond die is uitgegleden op het ijs. Ze hebben vier pootjes, dus de kans dat ze het breken valt op zich mee. Maar honden scheuren heel veel spieren op het ijs, ieder jaar weer, ook in Nederland. Dus dat is een beetje een groot risico. En je wil natuurlijk ook niet dat je hond door zijn ijs gaat zakken. Dus, niet je hond op het ijs laten. En Ster, heb jij er verder nog iets op toe te voegen? Nee, hè? Ik hoop dat jullie iets aan deze tips hebben. Heb je zelf nog een goede tip? Zet hem in de comments. En dan kunnen we allemaal weer een heleboel van elkaar leren. Dus iets wat jij misschien in de winter doet. Zeg alles maar wat jij denkt. Dat is ook misschien nog een goede tip voor in de winter. In ieder geval bedankt voor het kijken. Blijf lekker met je hond wandelen, want ze vinden het heerlijk. Maar blijf ook altijd goed opletten. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog. En tot volgende week.